vader in het Engels, hè? Hello to be your name. Hello to be your name, hello. Ja. Ik mag voor u lezen uit Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Jezus verschijnt aan zijn leerlingen. Op de avond van die eerste dag der week waren de leerlingen bij elkaar. Zij hadden de deuren op slot, omdat ze bang waren voor de Joodse overheid. Daar kwam Jezus. Hij stond in hun midden en zei: ik wens jullie vrede. Na die begroeting liet hij hun zijn handen zien en zijn zij. Toen zij de Heer zagen, waren de leerlingen blij. Ik wens jullie vrede, zei Jezus opnieuw. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik jullie. En bij deze woorden blies hij over hen: ontvang de Heilige Geest. Als je iemand zijn zonden vergeeft, zijn ze vergeven. Als je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Dan zullen wij nu met z'n allen gaan zingen: vrede zij u. Het staat niet vermeld in de liturgie, maar het is de bedoeling dat elk couplet 2 keer wordt gezongen. Dus we zingen het in principe 8 keer. Dus elk couplet 2 keer.
Terwijl wij hier uitbundig zingen, en dat misschien gisteren ook al hebben gedaan, lijkt het Bijbelverhaal niet echt te vlotten met Pasen. Het komt maar niet op gang. De leerlingen zitten bang bij elkaar, hoorden we. Maria was die ochtend vol blijdschap en vuur binnenkomen vallen. Ik heb hem gezien. Hij is niet dood, hij leeft. Ik dacht dat het de tuinman was, maar het was de Heer. Hij was het echt. Hebben die woorden op de andere leerlingen geen indruk gemaakt? Of weten ze eigenlijk niet wat ze ermee aan moeten? Want wat verandert het nu feitelijk, die woorden van Maria? Wat verandert het nu aan hun situatie? Hun oude leven met Jezus is voorbij. Voorgoed. En er dreigt nog steeds gevaar. En zo zitten ze die avond bij elkaar met de deuren op slot en de luiken dicht. Verslagen en angstig. Pasen wordt het niet zomaar. Het moet zich door zoveel dood en verdriet, zoveel bitterheid en hardheid een weg banen. Is morgen onze wereld en ons eigen leven eigenlijk veranderd door Pasen? Afgelopen zaterdag las ik in een interview met iemand van Artsen zonder Grenzen over een vluchtelingenkamp in Congo, waar zij net vandaan kwam. En zij noemde dat de hel op aarde. In 3 dagen tijd, nota bene 3 dagen, was het aantal vluchtelingen geëxplodeerd van 30.000, zeg zo Heerenveen, naar 200.000 mensen. Eindeloos veel mensen op een kale lavavlakte, waar niets groeide en niets was. Veel te weinig latrines, water, eten, medicijnen. Na 3 dagen. Geen opstanding, maar de hel op aarde. Pasen wordt het niet zomaar. Wij krijgen het ook niet voor elkaar met paaseieren en een paasbrunch. Hoe gezellig en goed en leuk dat natuurlijk ook is. Maar wij hebben iets heel anders nodig. Deze wereld heeft iets heel anders nodig. Iemand anders. Iemand van buiten die het uitschreeuwt, licht. Licht moet er zijn. Ooit riep God dat als allereerste woord op de allereerste dag. Licht. Tegen de donkere chaos van voor de schepping. Tegen het doodse duister. Tegen de onleefbare janboel. Maar ja, dat was toen. En nu zitten de leerlingen bang bij elkaar op alweer een eerste dag. En opeens, Jezus, daar in hun midden. Alsof God het opnieuw uitschreeuwt, licht. Licht moet het worden. Het licht voor de wereld zal niet in chaos en janboel verdwijnen. Maar het zal leven, het licht zal leven. Jezus zelf neemt nog een ander woord in de mond. Vrede. Misschien zegt dat woord ons eigenlijk, als we heel eerlijk zijn, niet altijd zo heel erg veel. Vrede. Ja, vrede. Ja. Hooguit misschien weer wat meer op de voorgrond gekomen sinds de oorlog in Oekraïne. Maar verder, ja, vrede.
5 mei of zoiets. Jezus brengt dit als eerste woord. Naast dat oude woord ligt nu het woord vrede. Vrede. Leef in vrede. Tegen alle angst en al onze lamlendigheid in. Je hoeft met Pasen niet te dansen of uit je dak te gaan. Al wordt je dat van harte gegund. Maar het hoeft niet. Je hoeft je ook niet geloviger of beter of socialer of leuker voor te doen dan je waar kunt maken. Maar leef in vrede. En het heeft niet alleen met 5 mei te maken, maar gewoon met je eigen buurt. Je werk, je school, je familie, de kerk. Het heeft gewoon met hier, Heerenveen, te maken. Met de wereld. En met God. Vrede is voor Jezus niet een goedkoop of gemakkelijk woord. Hij draagt zelf de wonden van de haat, van de marteling en dood in zijn eigen lichaam. Hij toont ze aan zijn vrienden, wordt verteld. En dan zegt hij, nee, niet iets over vergelding. Niet over angst, die er zeker is.